Ja, de campagnes voor de provinciale statenverkiezingen zijn vandaag weer begonnen. Maar deze poster is gezien zijn grootte in Aalten zeker verboden. Ja, we hebben de schaar bij ons, dus we kunnen alle kanten op. Wat gaat die Cohen dan onthoofden? Nee, we hebben nog een ander formaat bij ons. En dat is maar goed ook, want in Aalten, daar wordt dit jaar voor het eerst geprobeerd om iets aan die eeuwige ruzies tijdens de verkiezingscampagnes te doen. De partijen plakken vaak heel kinderachtig hun posters over elkaar heen. En daarom mogen de borden vandaag alleen onder toezicht beplakt worden. Om iedereen een plekje te geven, mogen de posters ook niet groter zijn dan 60 bij 60 centimeter. Een probleem voor sommige partijen die de posters al lang geleden klaar hadden liggen. In eerste instantie waren ze te groot en daar hebben we dus een stukje weer afgeknipt. En de posters eigenlijk voor na de verkiezingen zijn ook al gereed. Met een beetje plak en knipwerk moet dat eigenlijk lukken. Maar al met al een erg eerlijk systeem zou je zeggen, dus weg ruzies. Oh, je hebt die SP-poster kapot gemaakt, hè? Ja, nou, het is alweer bijna heel, dus. Maar het is allemaal glad en glibberig natuurlijk, hè? Maar als ik zo kijk, die CDA-poster is toch veel te groot? Ze mogen maar 60 bij 60 zijn. Ah, die is niet te groot. 85 centimeter, dat is toch echt 25 centimeter te veel? Ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat een CDA, juist een CDA, zich daar niet aan houdt. Nou, de VVD heeft voorstels bijgeknipt met de schaar. Denk ik van, nou, dat kan ik waarderen. Nou, dat had CDA ook gedaan had, en dan was dat goed geweest. Maar dit, ja, ja, wat moeten we zeggen, hè? We hebben altijd zo geplakt en dat kan denk ik wel gewoon zo doorgaan volgens mij. Maar er wordt nu anders geplakt, omdat het een zootje was hier. Nee, dit was helemaal geen zootje. Jawel, het was een zootje. Nee, dat maken jullie ervan. En tja, als er één schaap over de dam is. Had CDA al een groot plakkaat opgeplakt. Waarom moeten wij dan kleiner? Deze is ook veel te groot, toch? Of niet? Ja, dat mag omdat het naast een grootte van de CDA is. En ook als tegenwicht tegen de megastallen. Maar dat mag niet, hoor. Nee, het mag niet. Nee. U moet ingrijpen, hoor. Want, mag het Hofburger zaken doen. Dat moeten ze vooral zelf maar eventjes uitvechten. Ja. 60 bij 60 mogen ze zijn. Ja, klopt. Regels zijn regels. Ja, nou goed. Daar hebben we ook allemaal commentaar op. Dus laten we mooi even lopen zo. Ik vind het een keurige lijn zo. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik denk dat we toch in de gemeenteraad misschien ook eens een discussie moeten gaan voeren. Moet het nou 60-60 worden of moet het gewoon dit formaat worden? Ja, maar die is al gevoerd. Het moet 60-60 zijn. Nee, laat maar deze doen. Wat mij betreft. Tja, als de politieke partijen ook na de verkiezingen zo met elkaar blijven kijven, dan kon de formatie wel eens heel lang gaan duren.